Even, van waar die passie voor specifiek deze hond? Thuis, bij mijn ouders vandaan. We hadden een cockerspaniel. Net als jij. Mijn eerste hond. Precies. Lekker, heerlijk. Ja, dan moet je me tegen kunnen. Ja. Toen ik dus uit huis ging wonen, wilde ik natuurlijk ook een spaniel. Maar de cocker vond ik eigenlijk iets te klein. En toen zag ik de Welspringer. En nou ja, dat en je is was dus verkocht. Nu ruim 50 jaar geleden. Kom eens hierheen. Dat scheelt niks. Sorry. Echt waar. Maar ik heb daar een soort aanleg dat ik daar nooit op ga staan. Dat heb je goed. Ik heb 30 jaar lang in het veld gewerkt met mijn honden. Voor de jacht. En... Maar dan ben ik jager. Hè? En dan huur ik jou in. En jouw honden die brengen dan wat ik uit de lucht schiet. Die brengen ze terug. Maar momenteel lukt dat niet allemaal meer. Ik word een beetje ouder. Ja? Het lijf begint me in de steek te laten. En... Ja? Wat heb je? Nou ja, ik heb onder andere 2 herseninfarcten gehad. Wat men niet aan me ziet, maar wat wel zo is. Artritis, osteoporose, dus... Ja, nou ja, het is keuzes maken. Dus ik heb inderdaad de afdeling jacht moeten laten vallen. Maar ik zoek wel een combinatie waar die eigenschappen toch weer naar boven komen. Wat is dan het gedeelte waar je het meest van houdt? Ja, waar je het leukste vindt. Het echt weten. Dat is het grootbrengen van de nestpuppen. Ja? En puppen zien ontwikkelen. Geweldig. Ik moet even die kleine hond terugroepen. Ja, even Gwen. Gwen die is... We gaan even Gwen... terugblazen. Ja. Daar komt Gwen weer aan. Als je deze 4 honden bekijkt, dit is voor mij, je ziet het zelf wel. Het is gezond materiaal. En noemt het ook gezond materiaal? Van jou is het materiaal? Nee, nou, toch? Nee. Het zijn toch gewoon... Het zijn mijn kids. Is het zo? Mijn kids. Ja, het zijn absoluut mijn kids. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik denk dat ik tot mijn dood aan toe... terugval op honden, niet op mensen. Ja? Hoe komt dat? Omdat honden je nooit in de steek laten. Nu even wel. Even fluiten. Ja, fluit maar even. Ik had al 10, het is. Ja. Nou, is het leuke van honden, want ik weet zelf, ik heb 2 hondjes, je krijgt enorm veel onvoorwaardelijke liefde. Altijd. Maar er komt ook een moment dat je afscheid moet nemen. Afscheid nemen, dat hoort erbij, ja. Ja, maar heb je dan ook bij je boerderij een heel kerkhof waar ze allemaal liggen, of niet? Vrees ik wel, ja. Echt waar? Ja. Want jij lijkt me niet een type die ze liggen bij mij in de grond. Echt? Ja. Hoeveel, ongeveer? Oh, ik denk dat er een stuk of 20 honden in de grond liggen. Ze zijn bij je. En het is voor mij ook moeilijk om de plek te verlaten, laat ik het maar zo zeggen. Want je denkt wel nou van ja, straks zit ik achter een rollator of weet ik van wat. Oh, ik krijg een leuk neusje. Heeft niks. Ik heb altijd geneerd, natte neus is gezond, hè? Precies, is gezond. Ja. Kan je leven voorstellen zonder honden? Nee. Naar binnen, kom. Here we go. Ja, ga maar naar binnen. Doe maar. Kom maar. Doe maar. Ga maar naar binnen. Goed zo. Goed zo, kijk eens. Binnen schijnt het één zootje te zijn, want ze is aan het verbouwen en gedoe. Dus, als we binnen zijn, dan is het constant geblaf, geblaf, geblaf. Maar hier woont ze dus, Anja, met haar 16 springers. En dit is het veld waar ze dan uiteindelijk komen te liggen. De eindbestemming. Is dat hier ongeveer? Ze liggen daar, ja. Ja, oh ja. Achterin liggen ze.